<laughs> Mijn beste vrienden all over the world, speciaal in Suriname en dan in Nederland, in Amerika, België, Engeland, all over. Paramaribo groet u, from heart to heart, from soul to soul, beste vrienden. We zijn elkaar een aantal dingen verschuldigd en een van die dingen. Zoals elke dag is een informatie over wat wij tegenkomen in de straten van ons land. In de breedte en in de diepte genomen. Jeremiah. Na het kijken en ervaren. In Suriname zijn wij eigenlijk tot de conclusie gekomen dat er hier iets heel raars aan de hand is in dit land. Ik ga u niet in spanning houden, maar kijk nou, we gaan even de afgelopen tien jaren even eruit kijken. Knippen en die belichten en dan gaat u zelf die links leggen naar een hele tijd terug. Wij hebben ons afgevraagd welke staatsvorm wij in Suriname hebben. <laughs> Iedereen begint te lachen, natuurlijk Want zeggen, ja, we democratie toch? Una. Wij zijn democraten, ja, democratie. Beste vrienden. We moeten oppassen met wat we zeggen. Want de democratie die is gevoerd in de afgelopen tien jaar was een zodanige democratie dat de oppositie monddood was. En dat de coalitie de ja-knikkers waren. De coalitie was de ja-knikker. Van de hoogste macht. De president. Wanneer dat zo is. Dan praat je niet zozeer over een. Democratie. We hebben het ooit gehad over een democratuur. Daar begint het al. Dus ah, dat democratie, die democratie wordt gestuurd. Met een. Eh, vanuit een bepaalde eh, dictatuur. Daar is een aan de democratie moren. Want democratie wil zeggen. de stem van het volk. Het volk bepaalt. Gelijke rechten, gelijke plichten. voor iedereen. Zoals verankerd in het handvest van de Verenigde Naties. Jeroen. <laughs> Dat is dat nou een probleem. Je hebt in de geschiedenis in de oude geschiedenis heb je eh, autocratie. Autocratie, wat automatisch is de macht bij één persoon. En al met gebruikmaking van anderen, kan hij die macht delegeren en bepalen wat er gebeurt. Dat is autocraat. Dan heb je direct daarnaast dictators. Dictatorial, de dictators. Dictatoriaal een dictator. Een dictatuur. En die dictatuur maakt gebruik van die autocratie om in alle gevallen ervoor te zorgen dat jij doet wat die, die per ene persoon wil. Want in die dictatuur bepaalt één persoon dat hele ding. Maakt etak van je dans, van je beweging, van je yang, van je do enzovoort. En die man die zorgt ervoor dat. Alle andere mensen, ja zeggen, nu zijn wij in een, 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 een democratie toch? Maar een democratie met een dictator, Ik kwam een soort democratie waar we het over hadden. Maar dat ding is nog veel erger. Want dat woord democratie hadden we al een keer gebruikt in een video. Maar het is nog veel erger. Weet u waarom? Wij zijn erachter gekomen. Dat Suriname, dus die hele dictatuur, bestuurd wordt door een syndicaat. Ja, met het woord syndicaat is er niks aan de hand, want een syndicaat dat kan zijn een uh, uh, combinatie van banken die een probleem moeten oplossen. Een combinatie van vakbewegingen, vakbonden die ook een probleem moeten oplossen. En uh, zo kan een dictatuur van alles uh, helpen doen. Hè? Uh, groepen komen bij elkaar en die bepalen we. We hebben een algemeen belang en dat ding, dat gaan we oplossen. Daarna gaat die, uh, uh, dat syndicaat weer uit elkaar. ...maar waar wij het nu over hebben is een crime syndicate. Met een crime syndicate... ...en nu gaat u... ...nu, nu, nu, nu gaat mijn bril dan zitten. En, en u ook... ...want een crime syndicate... ...dat betekent... ...dat er... ...belangengroepen... ...zijn gevormd... ...onder één leiding... ...die niets anders doen... Dan voor elkaar zorgen en de rest uit het gezichtsveld houden. En dat doen ze en dat hebben ze gedaan binnen het democratisch bestel van Suriname. Daarom hadden ze de ja-knikkers in het parlement. Geen van ze. Durfde hun mond openmaken om iets te zeggen. Dat beslist was. Door de president, bijvoorbeeld. Iedereen was ja en amen. Ze hadden geen tegenspraak. Ze waren alleen maar meegaande schapen. De gatlikkers. De yes man, yes man. Het is een mooi Engels woord, betekent ja-knikkers. En eh, dit is wat er gebeurde. Dus subtiel kreeg het volk, wij, het gevoel dat er een democratie was, want je mocht naar de stembus en je mocht een aantal dingen roepen, maar van boven de baas van het syndicaat bepaalde wat er gebeurde en hoe het zou gebeuren. Gaat, gaat dat lichtje branden bij u? We hebben het over een crime syndicaat. Wat Suriname heeft beheerst. En. Wat nu aan de hand is. En daar gaat het om. Wat nu aan de hand is. Is eigenlijk hetzelfde van hetzelfde lakken een pak we blijven het zeggen naar Poortbrukuwe Bruku naar Schrift we hebben het over een crime syndicate het kan niet anders verklaard worden een crime syndicate ik begrijp het met taki. en daarvan zijn heel veel mensen uh, je moet kijken, ga voor jezelf na hoeveel mensen in dat hele bestel dat Suriname heet zijn corruptief bezig geweest. De corruptie, zei ik een tijd geleden, is structureel. Dat nou, Ad hoc. Want corruptie is altijd mogelijk, maar dan is het ad hoc. Nee, Suriname is de corruptie structureel. Dat Wataki. Corruptie was onderdeel van het regeren. Dat is waar wij mee vechten. Dus al die mensen, onze allemaal, onze baradas, onze zas, oma's, opa's, iedereen. Allemaal, wanneer je kijkt nu, moet je kijken met de ogen naar een corrupt systeem. wat gedreven is geworden door een syndicaat, een crime syndicaat. Ik zie al. Ik ga de tweede, een vervolg van deze video ga ik maken voor u. Want we gaan het hebben over wat is Jan overkomen. In deze situatie waarin wij nu verkeren, is er geen NEXT-NIPSA. En weet je waarom? Klik een mooie, mooie, mooie spreuk en een leuze van het syndicaat. Niks nog fout. En we hebben het allemaal geslikt. U hebt het geslikt. Niks nog fout. Wel is niks nog fout. Alles aan faya. Beste vrienden. We gaan u zo dadelijk het vervolg geven op deze video. Deel 2. Uh, syndicate. Crime syndicate. Blijf lachen. En vergis je niet blijf denken Suriname United want dat is de enige manier waarop we are going to win the fight <laughs>